om te meten of deze hoek haaks is, kun je natuurlijk een schrijfhak hanteren of een blokhak en tegenhouden. Maar dan is dat die vak op een kort gedeelte zit. En als je langere gedeeltes wil meten, dan kom je eigenlijk niet goed uit. Er is een berekening voor, de 3, 4, 5 steek. En dat is eigenlijk gebaseerd op het aantal delen. Dus hier doen we er 3 delen, hier doen we 4 delen. Dit moet dan 5 delen zijn, dan is deze hoek haaks. Waar staan die delen voor? Ja, dat kunnen we zelf bepalen. Maar het moet wel overal gelijk zijn. Doen we hier 3 delen van 10 centimeter, moet het hier 4 delen van 10 centimeter zijn. En dat betekent dat de diagonale 5 keer 10 centimeter is. Ik zelf hanteer altijd de 20 centimeter. Meet het makkelijker. Dat wil zeggen, 3 keer 20 is 60. 4 keer 20 is 80. Dan moet dit een meter zijn, 5 keer 20. Nou, dan gaan we dat even kijken. En deze meter is erbij 61. Mooi streepje. Dan gaan we deze kant kijken. En doen hetzelfde bij 80. En dat zou betekenen dat de diagonale precies een meter moet zijn, wat precies duidelijk is. En dat klopt, hij is precies een meter. Nou, ik kan het nou mooi verifiëren met een schrijfhaak. Dus we gaan kijken of hij inderdaad haaks is. En als ik het even aan heb, is hij nou perfect haaks. En zo kun je dus meten of iets haaks is en zo kun je ook iets uitmeten of iets haaks kan zijn.